Kijk, nou ik zo politiek geëngageerd ben, nou nee. Maar ik krijg het toch als een soort van onbestendig gevoel. Wat dan nou weer? Ik ben bang. Bang? Ja, bang ja. Je hebt angst. Landelijke angst. Landelijke angst. Politieke landelijke angst, ja. Van een ronde biel. Daar kun je niks aan doen, het hangt allemaal boven jouw hoofd. Nou wat dan? Ik ben bang van die mannen dat ze met een vieze gele haar. Geert Wilders. Lieve schat, daar hoef je toch alleen maar niet bang voor te wezen. Je moet er toch niet aan denken dat die aan de macht komt. Nou, en dan? En dan? Dan mag jij je hoofddoek niet meer op. Oh ja, wacht even. Nee, daar heb je een punt. Ja, nee. Nee. Daar moet je toch niet aan denken. Nee, daar moet je niet aan denken. Kijk, nee. Je wil niet weten wat er onder vandaan komt. Ja. Als zij dan over de markt gaat, dan loopt het leeg. Ja, echt waar. Ja, als ik hem niet op heb dan, hè. Kijk, vroeger hadden we nog bakken met geld. Ja. Elke week vast bij de koper voor een permanent. Ja, toen kon ik er nog een beetje veroorloven. Maar ja, sinds op de bakkes is gegaan op de beurs, hebben ze geen naal meer om aan de reet te krabben. Ja, het is echt oet aan de reet nou, hoor. Dag, Zwitserleven gevoel. Oh. Wie gaat dat dan lossen? Soms. Ik heb het nog niet gehoord. Nee. Achteraf ben ik een stommerd. Raf mijn kleren bij de lommerd. En de opbrengst heb ik financieel belegd. Kocht een mooi pakketje Fortis. Dit is nu totaal gortis. Ja, beleg maar in een bank. Had zij gezegd. En inmiddels wordt weer mager. Niks eigenlijk al lager. Had ik nou maar die tien keer neer. Is het dus alsnog in rook opgegaan? Mijn rendement, wat een misère. Mijn rendement, wat een meleur. En je raakt de rotzooi en ellende al van verre. Terleg voor 7 jaar, malaise voor de deur. We hadden laatst moeten beleggen. Ja, dat had je eerder moeten zeggen. In Kazuaring of in een rookcafé. Wat laatst beleggen is veel correcter dan de financiële sector. Wat is dat eigenlijk, een financiële sector? Geen idee. Oh, wat moeten we beginnen? Ik ken ook al niet meer binnen. Op de bank heb ik alleen nog maar tekort. Gordijnen dicht, de beurzen dicht. En uit die koelkast uit het licht. En ranzige tulpenbollen op je bord. Mijn rendement, wat een misère. Mijn rendement, wat een straten voor komkommers en tomaten. Er is nergens meer zo'n letspapier in het land. Het wordt even wel misère. Dadelijk zit mijn derrière. Van een zwarte vijand van zijn oude krant. Heb je handje leren wassen. Zag een stoppen piepers jassen. Afgesloten van het elektrieke gas. En op je 18 weer een vellen. Nooit meer mailen, nooit meer bellen. Het wordt nooit meer wat het vroeger was. Sorry hoor. Maar ja, ze kennen die biljetten in de fabriek. Die kennen ze toch gewoon bijdrukken. Nee.